Ja, nou. Hoe laat is het? Jezus, veel te laat. 10 november! 10 november! Holy shit, je weet wat dat betekent! Oh mijn god, 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 oh mijn god. Ja, je staat klaar. Hallo, Pip-boy. Zo, deze doe ik zo aan. Oeh, is hij al binnen, is hij al binnen, is hij al binnen? Is dat een doos? Is dat een doos? Dat is een doos, dat is een doos, dat is een doos. Hier, Messi, hier. Als ik niet de voetballer. Godsamme klote ding. Kom op. Massa moord. Oké. Fucking, fucking, fucking. Ga open, ga open, ga open. Ik krijg nog steeds niet open. Ja. Is dit hem? Hallo, welkom bij GamerGeeks. Ik ben Jim en dit is mijn unboxing voor de Fallout 4 Pip-Boy Edition. Het moment dat ik dit opneem is het dinsdag 10 november. De wereld staat stil, want StarCraft 2 Legacy of the Void is natuurlijk uit. En Rise of the Tomb Raider. En dus een ander spelletje, genaamd Fallout. Ik heb de Pip-Boy Edition. En ik ga hem voor jullie unboxen. Leek me wel leuk om dat weer eens een keer te doen. Hebben we lang niet gedaan bij GamerGeeks. Dit is de PC-versie. Ik heb deze gepreorderd ergens in juni of zo. Ik ben best wel hyped voor Fallout 4. Fallout 3 is wat mij betreft een van de beste games ooit gemaakt. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oké. Hij is best wel groot. De doos van deze Pip-Boy Edition. Het is een soort Vault 111, 111. Ik dacht eerst dat dat met de datum te maken zou hebben van de game wanneer die uitkomt. En hier zit dus alles in. En er zit dus onder andere dus die Pip-Boy die je om de arm heen kan doen. Verder een sleeve, zo'n plastic sleeve met daarop informatie over de game en welcome home. En dan aan de bovenkant Fallout 4 Pip-Boy Edition. Het ziet er niet heel mooi uit, dat plastic, want nou ja, het is er eigenlijk alleen maar waarschijnlijk voor in de winkel, zodat je weet wat het is. En dat is het eigenlijk, dus die halen we er meteen van af. Zo, hier, plastic, leuk. En dan, ja, moeten we het open zien te krijgen. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe. Hier zijn wel een paar... Oh, dat ging makkelijk. Oké, hier dus, twee klepjes. Twee klepjes en dan gaat die open. Oh, het is echt een koffer. Oh, vet. Fallout 4 Pip-Boy Edition, doei. Nee, grapje. Oké, wat hebben we allemaal? Nou, bovenaan hebben we, niet heel onbelangrijk, in heel veel plastic, de game. In een mooi, lijkt er op een steelboek. Ja, het is zo'n steel case. Ik haal deze even weg, want daar komen we zo meteen op terug, op die mooie Pip-Boy. Fallout 4, de game in een steel case. Waarschijnlijk zit de game hier ook in. En dat zou een unicum zijn. Want normaal gezien is het zo dat ze er extra steel cases bij doen. Zonder dat er een disc in zit. Vind ik ook heel raar. Maar goed. Kijken. Even plastic halen. Nou. Fallout 4. Hij heeft zeg maar ook verhoogde letters. Dus dat is mooi. Brotherhood of Steel Guy aan de voorkant. Fallout 4. Lijkt me best wel self-explanatory. De disc. Het is maar één disc. Opvallend. En dan hier, dit lijkt op, als ik het er normaal uit kan krijgen, dit lijkt op een kaart of een poster van Fallout Shelter. Nou, dat is toch leuk. Een postertje met allerlei Pip-boys en waarschijnlijk allerlei Pip-mannetjes met verschillende perks en dat soort dingen. Nou, dat ziet er leuk uit, vind ik. Een Vault Dwellers Survival Guide met daarachter een registratiecode. Hopelijk voor Steam. De Season Pass. Koop de motherfucking Season Pass. Hier, Elder Scrolls Online. Speel het. Speel Doom, waar ik hyped voor ben. Speel Dishonored 2, want die komt ook nog uit. Oké, leuk. Operational Instructions voor de Pip-Boy. Die erbij zit. Dat is een beetje... Kijk, wat staat hier allemaal in? Oh, dit is wel leuk. Dit is daadwerkelijk een boekje met onzininformatie. Als in dingen vanuit de game. In de game universe omschreven. Dus dat is wel echt heel tof. Oké. Nou, dat hebben we allemaal gehad.
Ja, verder zie ik er niet heel veel meer bij zitten. Behalve dan. En ik zal dit allemaal eventjes uit de weg ruimen. Zodat we ruimte kunnen maken voor de Pip-Boy. Waar overigens, als je dit ziet, een kleine stickertje Made in China. Dit is hem dan, de Pip-Boy. Het ding wat je om je arm heen kan doen, waar je een telefoon in kan doen. Zodat je dan via een app ook mee kan doen. Oh, hij staat ook op een steentje. Een soort van. Denk ik. Heb ik hem al gesloopt? Ik denk het wel, hè. Zo, nou dit ziet er best wel stevig uit, zeg maar. Kijk, het is wel echt een plastic ding, weet je wel. Het is niet, je zegt nou. Hier zit ook nog iets. Wacht even hoor, voordat we... Oh. Oké, nou dit doen we zo meteen. Wacht even. Laat ik dit even hier zo neerzetten. Voor de rest zit er niks meer in overigens. Dus het is echt een letterlijke Pip-Boy edition. Oké, eerst ben ik benieuwd wat dit is. Wat is dit? Een dingetje bij. Dit zijn waarschijnlijk houdertjes voor je telefoon. Dus als je grotere telefoons hebt of zo, dan kan je hier dat ding onder doen of zoiets. Of dan kan je je telefoon hierin doen en dan moet je dit in je Pip-Boy doen, denk ik. Dat is me best wel onduidelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit is dan de Pip-Boy. Die dicht kan, zo. Zo is hij dicht. En dan heb je hier allemaal knopjes en dingetjes waar je aan kan draaien. Dat is eigenlijk is het best wel awesome. Hoe het allemaal in elkaar zit. Het is echt speelgoed voor volwassenen, dit. Het is eigenlijk schandalig. Doet me een beetje denken aan al dat Star Wars speelgoed wat nu is. Weet je wel, als volwassen zit ik ook helemaal, oh, Star Wars. Oké, laten we kijken of we, zeg maar, iets erin kunnen doen. Ik vraag me zeg maar af, Jim, je moet eigenlijk ook de instructies lezen. Ja, dat weet ik. Maar... Ik ben echt bang dat ik de boel zo meteen ga slopen hier. Ik probeer hier het klittenband wat hier zit, dat probeer ik los te krijgen. Maar volgens mij is het echt de bedoeling dat ik hier mijn arm in doe. Een soort van. En dat ik dan op de een of andere manier dit dicht weet te krijgen ofzo. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Echt niet. Ik heb echt geen idee. Nogmaals, lees de instructies. Ja, dat is misschien een goed idee. Oh, wacht. Oké. Ik heb nu... Pip-Boy om mijn arm heen. Het is best wel epic, moet ik zeggen, om zo'n ding om je arm te hebben. Alleen je arm over elkaar doen, dat gaat best wel lastig. Wat is de bouwkwaliteit van het ding? Nou, het is wel echt een plastic ding, weet je wel. Het is gewoon... Het is wat ik zei, het is speelgoed voor volwassenen. Er zitten wel heel veel draaiknopjes aan. Dus dat is wel heel erg grappig. Hier kan ik waarschijnlijk ook nog aan draaien. Of dat effect heeft op de app... Geen idee. Laten we het uitproberen. Ik doe hem weer even af, als dat lukt. Ja. Gelukkig kan je deze wel verwijderen. Volgens mij is het zo in de Fallout lore dat het niet... Auw. Daar zat wat huid tussen. Volgens mij is het in de Fallout lore zo dat je niet zomaar dat ding van je arm af kan halen. Laten we kijken hoe ik hier een telefoon in godsnaam in kan doen. Want dat is wel... Hier zit wel een klepje hier zo aan de voorkant. Ik pak de instructies erbij, want anders sloop ik dit ding. Oké, dus er zijn heel veel telefoons die dit ondersteunen. iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, niet de Plus. De 6S waarschijnlijk ook. De Galaxy S3, de Galaxy S4, de Galaxy S5. En dan blijft het dan ook wel bij, dus het is wel goed. Even kijken. Collect the necessary equipment. Oh shit. Oké, dus ik moet die phone hebben... B en F. Oké, dus ik moet B hebben. Dus B. En F. Waar is F? Ik heb hier D, ik heb hier E. Waar is F? Help, ik ben mijn F kwijt. Ik kan hem even vinden van... Dit is echt veel gecompliceerder dan dat ik het eigenlijk voor me zag. Ik dacht het is gewoon een ding met een kleppie en dat is het. Waar de fuck is die? Nou, dit is fucking awkward, want ik heb echt overal gezocht. Ik heb wel foompje B, foompje A, foompje C. Maar foompje F, D, E heb ik hier. Maar ik heb echt 14 keer ook nog door de poster gekeken en zo. Maar
Hij zit hier niet in, dus ik weet niet of ik per ongeluk een incomplete Collector's Edition heb gekregen. Maar goed, laten we mijn telefoon erin douwen en kijken hoe ver we kunnen komen. Ik heb dus een iPhone 4S. Ik heb de Fallout 4 Pip-Boy app heb ik al geïnstalleerd staan. Maar hoe krijgen we dit in godsnaam open? Want we hebben dan, nou ja, hier is de Pip-Boy. Ik heb hem om mijn arm heen gehad, heel leuk. Maar hoe maak ik hem open? Nou, dat staat allemaal in de instructies, dus die moet je wel echt erbij hebben en enigszins geduldig zijn, zeg maar. Opening the Pip-Boy. Oh, dat is best wel vet. Het is eigenlijk best wel verborgen als je er naar het eerste gezicht kijkt. Oké, dus ik gebruik dit, zeg maar, dit ijzeren stuk om het vast te maken aan mijn arm. Maar als je dat los doet, dan heb je hier nog een knopje. Volgens de... Als dat boekje nou eens open blijft, zou ook fijn zijn. Maar als het goed is... Juist, er zit een knopje. Oké, het gaat open. Oh, het valt er meteen uit. En... Dit zit erin. Oh, dit is het kleppie. En oh! Foompje F. Ik heb dus echt net 10 minuten zitten zoeken voor geen reden. Ik had gewoon de Pip-Boy open moeten maken. Oké, nu kunnen we dus mijn telefoon erin douwen. Hier zit ook nog een dingetje wat ik kan poelen. En een batterijtje zit erin. Oké, dat is foompje B. Doei. En die moeten we er dan in jassen. Van wat ik ervan begrijp. Mooi. In de hoekjes. There you go. Ik voel me nou net een soort Bob Ross figuur. Insert device. Insert your iPhone 4, bla 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 bla. Die doen we er. Hij zit strak, gek. Oh ja, ik heb hem. Ik heb hem. Nou, als je ook de app opstart. Ik heb hem er nu in weten te krijgen. Erin weten te proppen. Maar hoe je dit eruit krijgt. Oh ja, nee, er zit hier een gleufje. Ik hou van gleufjes. Oké, nou, als je de app opstart, krijg je twee opties. Ik ga hem op hardware zetten. Insert your smartphone, bla 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 bla. En close the cover. Oké, wacht even. Laat ik eerst even... Foompje F moet er overheen, want dan krijg je dat effect. En ik denk dat die... Oh, shit. Momentje hoor, ik ben heel erg aan het kutten nu. Oké, nou, ik heb nu dus dat foompje F, wat ik eerst zo magisch kwijt was, dat heb ik nu... hier omheen gedaan, dus dit is dan hoe het er ongeveer uitziet. Of hopelijk uit behoort te zien. Oké, ik heb hem. Het duurde even, mijn excuses daarvoor. Ik ben gewoon best wel incompetent en fucking ongeduldig als het gaat om dit soort dingen. Ik weet nou niet of ik nou ook hiermee daadwerkelijk kan klooien. Dat is een beetje nog mijn vraag of dit allemaal effect heeft, die knopjes. Geen idee. Maar het ziet in ieder geval al wel heel erg vet uit op deze manier. Ik heb nog wel mijn twijfels of ik F wel goed heb gedaan. Want er staat this side down. Maar hij staat boven. Anyway. En ja, dat is het eigenlijk. Dit is de Fallout 4 Pip-Boy Edition. Ik heb de game dus nog niet eens geïnstalleerd. Dit moet even dicht. Ik kan nog één keertje omdoen worden. Oh, wacht. Hoe moet hij eigenlijk? Hij moet hier eigenlijk, hè? Deze arm heen. Ik kan nog een keertje omdoen worden. Voor het plezier. Nou, oké. Ik heb een Pip-Boy. Oh, ik moet hem wel wat strakker maken, merk ik. Maar dat kan hopelijk ook. Ik moet er gewoon wat verder om mijn poot heen doen. Oké, nou. Fallout 4, de Pip-Boy Edition. Is deze Collector's Edition de moeite waard uiteindelijk? Nou, ik vind dit wel heel vet speelgoed, zeg maar. Gewoon dit met zo'n app. Of die app goed werkt of zo, dat is natuurlijk nog maar een tweede vraag. Maar je krijgt er ook een standaardje bij, dus je kan hem er mooi opzetten. Althans, mooi. Ik zit nog even te kijken hoe dat dan zou moeten. Maar zoiets, denk ik, op zo'n standaardje. Standaardje wat je erbij krijgt, dus dan kan je hem ook gewoon op je kamer zetten als je dat mooi vindt. En ja, voor de rest moet ik wel heel eerlijk bekennen dat deze Collector's Edition iets wat te wensen overlaat. Want, nou ja, goed, je hebt dan de Pip-Boy, hè, dit mooie speelgoeddingetje. Maar, er zit dan wel een batterijtje in. En, oh. Nou, met knopjes en zo. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe die werkt. Ik probeer echt van alles om nog wat nieuw uit te proberen, maar niks werkt natuurlijk. Althans, dat denk ik. Ik denk dat je echt geconnect met de game moet zijn om hem te laten werken. Die Pip-Boy is dus wel vet. Maar voor de rest, ja, een poster. De game, zeg maar. Maar dat is het, weet je wel. Er zit geen
artboek bij, geen soundtrack, geen... Weet je wel, en dat had het toch echt wel extra vet gemaakt. Ik bedoel, de verpakking zelf, de Vault, is ook heel vet. De verpakking van de Pip-Boy is wel vet. Dus dat staat wel ook mooi op je collectors plank. Maar, ik weet niet. Ik had toch wel iets meer verwacht of dat de Season Pass erbij zit of zo. Weet je wel, dat soort dingen had denk ik toch nog wel extra waarden geleverd met deze Pip-Boy Edition. Maar... dit ding is wel heel erg vet, dus ik kan eigenlijk niet wachten om hiermee te gaan spelen terwijl ik de game zit te spelen. Ik weet trouwens niet of dat lekker werkt, dat je zo achter je... want ik heb de PC-versie. Als je dan zo achter je PC zit en dan met die Pip-Boy aan je arm... ik kan me eigenlijk niet... met een controller zou dat wel werken, want dan zit je zo en is het... weet je, godsamme, het is echt speelgoed voor volwassenen. Ik heb het al weet niet hoe vaak gezegd, maar het is echt ongelooflijk vet. Oké. Fallout 4, hij is uit dus. De review en meer indrukken van de game, die kan je natuurlijk binnenkort verwachten op GamerGeeks.nl.